Integrale veiligheidskunde studeren in Utrecht. Informatieveiligheid. Je bent op zoek naar een cadeau voor je vader's 50 verjaardag. Tussen de boeken over koken en tanieren kom je een boek tegen over motoronderhoud. Je vader's nieuwste hobby. Dat wordt hem. Je vult je bankgegevens in om te betalen, geeft je adres door en klaar is Kees. Het boek wordt over een paar dagen bezorgd. Maar wat zag je allemaal niet tijdens het kopen? De webshop is goed beveiligd. Je bankgegevens en adres worden op een veilige manier verwerkt en opgeslagen, zodat hackers en cybercriminelen er geen misbruik van kunnen maken. Tijdens het bouwen van de website heeft een privacyadviseur gekeken naar de juiste cookie-instellingen, zodat je na je aankoop niet wordt bestookt met allerlei advertenties voor motorboeken. En als je wilt weten wat er precies gebeurt met je persoonsgegevens. Kan het bedrijf jouw vraag op de juiste manier afhandelen? Veel verschillende mensen hebben er dus voor gezorgd dat jij jouw aankoop veilig kon doen. Door het groeiende belang van data is informatieveiligheid cruciaal. Informatieveiligheid is één van de vier uitstroomprofielen van de opleiding Integrale Veiligheidskunde in Utrecht. Informatieveiligheid is een dynamisch vakgebied, omdat technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Blijf je ontdekken, uitproberen en bijleren. Door de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, moeten organisaties hun data zorgvuldig verwerken en zijn er professionals nodig die daar kritisch naar kijken. Je wordt opgeleid tot adviseur op het gebied van informatieveiligheid. Veilige technologie is belangrijk, maar daarmee ben je er niet. Hoe we technologie gebruiken is minstens zo belangrijk. Je maakt mensen bewust van hun eigen rol. Je geeft bijvoorbeeld trainingen aan werknemers van een bedrijf over privacyborging, phishing en risicovol gedrag herkennen en aanpassen. In het uitstroomprofiel Informatieveiligheid ga je met concrete vraagstukken aan de slag. Met deze opleiding kun jij een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige, digitale wereld. Meer weten? Kijk ook de andere filmpjes over de uitstroomprofielen.